We zijn in het restauratieatelier. Er worden hier schilderijen gerestaureerd. En een van de schilderijen, of eigenlijk een van de triptieken die hier ook worden gerestaureerd, is een groot triptiek. Wat grotendeels geschilderd is door de schilder Jan van Skorrel. Het stuk is rond 1535 vervaardigd. Het is hier omdat het ten eerste schoongemaakt moet worden. Het is vuil en die vuilheid komt eigenlijk van verkleurde vernissen die er overheen zitten. Maar ook door storende verkleurde retouches. Er zijn 5 afbeeldingen in totaal. Het middenpaneel is een centrale kruisiging. Het is waarschijnlijk niet van de hand van Jan van Skorrel. Maar tijdens de restauratie zullen we proberen om wat meer duidelijkheid te krijgen over wie het triptiek heeft vervaardigd. En we zullen kijken of we er een beetje achter kunnen komen op welke manier het is geschilderd. Op de zijluiken zijn de kruisdraging te zien aan de ene kant en aan de andere kant de opstanding. In gesloten toestand zijn aan de linkerkant de hof van Gethsemane te zien en aan de rechterkant de gijzeling. Ten behoeve van de restauratie van het drieluik van Jan van Skorrel doen wij vandaag infraroodreflectografisch onderzoek. Met infraroodreflectografie kan je als het ware door de verflagen heen kijken. En dat wordt door middel van de camera overgebracht naar een monitor. En deze beelden worden vastgelegd met de computer. En uiteindelijk gemonteerd met een montageprogramma. Infrarood geeft een beeld van de ondertekening, dus de eerste schets van de kunstenaar op het paneel of doek, in dit geval een paneel. En hierbij krijg je meer inzicht in het ontstaan van het schilderij. Het is heel interessant bij dit triptiek omdat er meerdere versies van de compositie bekend zijn, waardoor je kan zien welke versie eerst of welke versie later is vervaardigd. We zijn hier in de pastorie van een kerk in Amsterdam, waar een groot triptiek van Jan van Skorrel hangt. En we hebben overtrekken gemaakt om de figuren en de proporties van dat stuk met elkaar te vergelijken. Het technische onderzoek heeft uitgewezen dat de zijluiken geopend grotendeels van het atelier van Jan van Skorrel zijn. Bepaalde veranderingen, zoals in de blauwe muts, zijn door Jan van Skorrel zelf gedaan of op advies van Jan van Skorrel. Voor het middenpaneel geldt dat het voor het grootste gedeelte door de assistenten in de werkplaats is gedaan, behalve de 2 moordenaars. En als het triptiek gesloten is, dan zijn de buitenkanten van de luiken geheel door Jan van Skorrel geschilderd, maar ook ondertekend. Met strijklicht zijn de bladdertjes heel goed te zien. Het is hier hol onder en het is belangrijk dat voordat er een vernis wordt afgenomen, dat dat allemaal gehecht wordt. Ik ga nu een losse verf consolideren. Ik zal eerst een klein beetje verdunde steurlijm aanbrengen met een klein penseeltje. En vervolgens met een siliconenpapiertje dat afdekken en een heel klein mini warme spateltje het heel zachtjes aandrukken, zodat de lijm in feite een beetje gesmolten wordt onder de verflaag en het weer gehecht is. Vervolgens worden de panelen door de houtrestaurator behandeld. Hij bekijkt de panelen en verstevigt het hout daar waar dat nodig is. En hij verwijdert oude lijmresten. Een volgende stap in het restauratieproces is het verwijderen van oppervlaktevuil. Dat doe ik met speeksel en wattenstokjes. Speeksel is een goed middel om loszittend vuil op een vernis te verwijderen. Ik ga nu beginnen met de vernisafname en de proefjes zijn gedaan. En ik heb nu een veilig middel gevonden om de vernis te kunnen verwijderen. Gedurende de restauratie komen de conservatoren een aantal maal kijken en worden de diverse stappen die gezet zijn tijdens de restauratie, maar ook de toekomstige stappen die nog genomen moeten worden, met elkaar besproken. En wordt er verteld wat het technisch onderzoek op dat moment heeft opgeleverd.
Ik begin vandaag met het retoucheren. Retoucheren is het inschilderen van stukjes verf die weg zijn. En of die afgebrokkeld zijn of transparant zijn geworden. En ik probeer met het retoucheren, dus het aanbrengen van nieuwe verf, het geheel weer rustiger te maken en weer mooier te maken. Maar zodanig dat ik niet te veel zelf erbij voorzien. Ik retoucheer met een synthetische verf, dat is dus niet een olieverf. En dat doen we bewust. Ten eerste omdat het verven zijn, die zijn uitermate goed getest en ze zijn stabiel. Maar ook omdat het voor de wetenschap in de toekomst belangrijk is om mijn verf te kunnen onderscheiden van de verf die Jan van Skorrel in zijn atelier gebruikt. Ik ga nu vernissen. Daarvoor ga ik eerst met deze kwast het stof eraf halen. Tot slot heb ik een natuurlijke harsvernis aangebracht met de kwast.